Peter zweefde in de lucht en hij zag een prachtige, flonkerende stad onder zich. De stad was helemaal niet zo groot en angstaanjagend als hij er een paar weken geleden had uitgezien vanuit het vliegtuig. Wat een verjaardag is dit geweest, dacht Peter weemoedig. Maar hoe kom ik in godsnaam weer thuis? Op dat moment vloog een klein vogeltje langs. Wat voor vogeltje ben jij? Vroeg ze aan Peter. Ik ben geen vogel, ik ben een jongen uit Rusland, zei Peter. Maar ik woon nu in Hollywood bij mijn grootvader, ergens daar beneden. Waar zijn je ouders? Vroeg de vogel. Peter zei niets. Nou, zei de vogel, laten we eens kijken of we je naar huis kunnen brengen. De vogel bracht Peter naar grootvaders bungalow. Het geluid van zijn landing bracht een zeer bezorgde grootvader naar de deur. Snel, kom binnen. Ze zeggen dat de wolf nog steeds in de buurt kan zijn. En ga je me nu vertellen wat er allemaal is gebeurd? Maar Peter ging linea recta naar zijn kamer zonder iets te zeggen. Voor de eerste keer sinds hij in Amerika was aangekomen, opende Peter het fotoalbum dat hij uit Rusland had meegenomen. Er waren foto's van Peter als baby en als jongetje dat in het meer aan het vissen was. Van de dag dat hij met zijn vader en ooms de wolf in het bos zag. Er was een foto van zijn moeder die op een eerdere verjaardag zijn lengte opmat. Een andere van Peter toen hij met zijn ouders naar het theater ging. En er was er een van Peter helemaal alleen. Zijn moeder en vader waren er niet meer. Hij miste hen verschrikkelijk. Na een uitputtende dag viel Peter in slaap. Al snel werd hij meegesleept in een prachtige droom over zijn jeugd, over zijn huis, over zijn ouders. Hij wist zeker dat ze hem vanuit de hemel in de gaten hielden.